wat up mensen, mijn naam is Dylan en welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Oftewel, Rotjoch, welkom bij de Pokémon Superweek met Pokémon Emerald Randomizer, episode nummer 3. Jongens, we zijn aangekomen in, deze stad heet Rustboro City. Weet je wat, ik ga het meteen even controleren. Voor mij die Rustboro City, hoe heet de stad? Rustboro, gelijk. Yeah, Rustboro City. Oftewel, Rustboro City, Rustboro stad. En hier is een van de gym badges. En ik was hier laatst aangekomen. Ondertussen heb ik eventjes mijn Pokémon getraind. Dat hebben jullie nu niet gezien. Heb ik offscreen gedaan. Hij is level 11 en Flamie is level 14. Ik ga jullie misschien geheim even klappen. Ik heb het nu niet gedaan. Maar misschien ga ik binnenkort werken met Rare Candies. Ga ik die gewoon incheaten. Want ja jongens, sorry. Ik heb niet al te veel tijd om elke dag mijn Pokémon te trainen. Dus misschien ga ik dat doen. Maar voor nu is het niet nodig geweest. Want ik ga kijken of ik deze gym ga kunnen verslaan. We gaan gewoon naar binnen. En we gaan het gewoon zien. Dus mijn Machoke, oftewel Bruce Lee, die is level 11 ondertussen. En die gaat zo meteen helemaal hem proberen te gaan in de Pokémon League. Nee, helemaal niet Pokémon League, de eerste badge. Maar goed, in ieder geval, we gaan lekker beginnen. Don't take us gym traders lightly, I'll show you why we're better. Hij is aan het laten zien waarom hij beter is als ik, zeg maar. Oké, laat maar gewoon zien. Ik ben niet bang voor je ofzo. Youngster Josh would like to battle. En er zit een Joe dude in. Joe dude. Go Bruce! Bruce. Je hebt super effective op hem. Bam! Laat eens even zien hoe sterk je bent. Super. Het is super effective. Halve damage. Want Joe dude is wel een steen Pokémon. Maar zo zwaar is hij niet. Als hij nou gewoon een Onix inzet. Dan volgens mij one-shotten we Onix gewoon. En Onix is fucking zwaar. Nou, lekker Bruce. Bijna level 12 alweer. Super gedaan. Oh, we kunnen al door naar de volgende trainer. We hebben 160 euro gekregen voor het winnen. Hartstikke tof. Jongens, in ieder geval, laat even weten wat je vindt van de Pokémon Superweek. Of je er nog een klein beetje zin in hebt. Of je het wel heel erg leuk vindt. En ja, laat het gewoon even weten. Dus aangekomen bij de trainer. Hallo, mijn naam is Roxanne. Of de gymleader. Ik ben Roxanne. De Rustboro City Pokémon Gymleader. Oftewel de Rustboro Pokémon Gymleader. Ik ben een gymleader geworden omdat ik denk... Wat ik had geleerd over Pokémon. En het is, ja, fuck it, jongen. Would you kindly demonstrate how you battled and with which Pokémon? Hé, godverdomme. Hij gaat laten vragen, kun jij demonstreren hoe jij getraind hebt met jouw Pokémon? Met welke Pokémon je dat gedaan hebt? Gast. Chick, sorry, dude, chick. Ik ga je gewoon even verslaan, ja? Little Roxanne would like to battle. En begin met een Joe dude weer. Van level 12. En mijn Bruce is level 11. Lager level, maar goed. Ik heb natuurlijk... Bam, low kick. Boom! Critical hit in the face! Holy shit! De eerste kill is binnen. Daar ga je, stomme kut. Nou, lekker gedaan, Joe dude. Eerste damage is al binnen gedaan. Boom! Leveltje 12. Ik was zeggen 22, maar... Level 12. Oh, bijna level 13. Nog een Joe dude. Andere Pokémon. Ik denk het niet. Jongens, ik ben echt zo blij met die randomizer, jongen. Deze fucking... Dat ik gewoon vlak voor de gymleader eigenlijk gewoon een Machoke vond. Dat is zo chill. Gewoon een Pokémon zeg maar die heel sterk is tegen deze tegenstander. Dat is zo fijn. Boom, nog een keer een low kick. Als het goed is... Oh, what the fuck? Hij overleeft met zo'n stukje HP. Suck dick. Rock Thump moet niet veel damage doen. Misschien gaat ze wel een heal gebruiken. Hebben we al een paar keer tegels gehad deze serie. Nu al. Dat bedoel ik. Een potion. Volgens mij wel vol HP. Niet vol HP. Kom op. Even een critical hitje geven. Plam, low kick die bitch. Oeh, hij blijft leven. Dus we zijn nog niet klaar. Nog een keer een potion. Rot toch op, man. Shit. Jongen, maakt niet uit. Nog een keer een low kick, Bruce. Zolang ze potions gebruiken, valt hij ons niet aan. Doet hij geen damage. Ik bedoel, nou heeft hij twee potions geweest. Op deze Jodu, want die is neer. Het komt neer. Het komt eigenlijk houdt het in. Nog één Pokémon te gaan. En dat is Nose Pass. Oh, Karate Chop. Lekker. Nose Pass. Ofwel, dat is een gast met een fucking dikke neus. Het is een super lelijke Pokémon. Ik ga niet wisselen. En ik weet, in een nieuwe Pokémon heeft hij eens een evaluatie gehad. Maar jezus. Sorry, moet ik zo'n Pokémon verzinnen? Het is toch vet lelijk? Maar als het goed is, deze doet best wel zwaar. Harde, dude. Niet zoals een pussy, man. In ieder geval zijn defense omhoog. Maar low kick. Hij is best wel zwaar. En een critical hit. En hij is neer. RKO, John Cena. Oké. No spes is gefeind. Dat betekent Bruce krijgt XP erbij. 346 XP in de pocket. Leveltje 14 alweer. En Roxanne is verslagen. Yeah. Toe, dat gaat in. Want we hebben één badge beneden. Die gaat in de volgende episode. Ik heb daar geen zin in eigenlijk. Ik vind het niet leuk dat die Rayquaza hieronder staat. Dus ik ga geen badge neerzetten. Jullie moeten me gewoon wel lekker in de gaten houden over Pokémon badges ik heb. Ik bedoel, jullie gaan de serie toch wel volgen. Anders kijken jullie het één episode. Alright. Gaan we weer. Lekker. Ik heb de eerste gehaald. Pokémon blablabla. Gaat uitleggen hoe het werkt met gymleaders. Fuck dat. Ik heb dat niet nodig voor jou. 500 euro gekregen van het winnen. Super tof. En ik heb de eerste badge in de pocket. Hartstikke lekker.
De Stone Badge is in de pocket gekomen. De Stone Badge heightens de attack power of je Pokémon. Oftewel, mijn Pokémon's attack power gaat omhoog. Dat zorgt ook voor dat je high-end move cut kan gebruiken. En neem dit met je mee. Of je hebt een TM vanavond, volgens mij is Rocktomb. Ik denk Rocktomb. Even kijken, de 39. Rocktomb, ja, zie je Rocktomb. Dan kan niet of ik wel een always lower speed. Via de TM, oké, okay, bla 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 bla. En je kan het dus leren aan een Pokémon. TM kan je één keer een Pokémon leren en HM zo vaak als je wil. Goed, ik kan in ieder geval dat move cut gebruiken, maar die heb ik nu nog niet. Dus ja, ik ben even benieuwd wat ik ook moet doen. Oh, get out of my way. Oh, Team Aqua. Kom hier weer. Oh, ben je weer, Sharky. Wait please, don't take my goods. Oké, okay, hij heeft zijn goederen meegenomen. Ik zie vanzelf wat het is, want ik ga eerst ondertussen ga ik even Flamey vooraan zetten weer. Oh, wacht, Flamey heeft een item bij zich. Item. Take, wat heb je? Een big mushroom? What the fuck is dat? Nou goed, ik ga in ieder geval naar beneden. Hier is het Pokémon Centrum. Ga ik even mijn Pokémon weer healen. Doen we even op topsnelheid. Wop. Nou, doen we even niet, want het is niet nodig. Weet je, ik ga lekker rustig aan doen dit keer. Doet, doet, doet. En niet zoveel meer op spatie drukken, dus dat gaan we dus even lekker niet doen. Dus dat speciaal voor jullie ga ik het niet doen, weet je wel. Oké, okay, ondertussen ga ik even naar de markt. Want ik, in de markt, oftewel de winkel, kan je pokeballs kopen. Ik heb vorige keer heel veel pokeballs gebruikt. Ga door. 5, 6, 7, 8. Lekker nummertje dit. Oké, okay, pokeballs. Hoeveel wil ik er hebben? Geef mij maar 10 pokeballs, jongeman. Ja, dankjewel. Is een chick, volgens mij. Ja, denk het wel. Ik weet het niet. We zullen het vanzelf wel horen van jullie in de comments. Alright, Raspberry City. Het was hartstikke leuk, maar ik moet hieruit zien te komen. En volgens mij is die Sharky hierboven. En naar rechts. Volgens mij kom ik hem hier weer tegen. Ja. Hallo. Oh, it's you. Oh, jij bent dit. Jij bent die geweldige trainer die me geholpen heeft in de Petbird Woods. Ja, dat was ik. Help, ik was bij Team Aqua gerobbed. En hij wil iets terugkrijgen. En anders heeft hij een groot probleem. Nou, dat is niet mijn probleem, maar goed, whatever. Ik zal je vast moeten helpen. Ik heb een rappel gevonden en deze trainer is om aan te kijken, want ik heb helemaal geen zin met jou te battelen. Dus ik ga proberen om jou heen te komen. Maar ja, jullie weten allemaal uit ervaring dat ik daar heel veel moeite mee heb altijd. Oh, een Vampy! Oh, wat leuk! Dat is een ground Pokémon. En heb ik die echt nodig? Ik denk het niet echt. Dus ik ga gewoon run, ik hoef hem niet, Vampy. Ik vind hem op zich wel cool, want Dunfin is best wel een coole Pokémon. Nou, ik zei het nog, ik ga niet langskomen. Volgens mij als je sprint, dan valt het je aan. Maar ik ben niet zo slim, dat soort dingen. Ik ben echt veel te dom en ik heb geen geduld. Dus ja, dat is een beetje klote. Goed, in ieder geval een Wurmple level 8. Jongen. Nou, weet je wat? Deze gaan we niet skippen. Jullie willen graag zien hoe ik Pokémon's beat ass gewoon kapot gaan maken. Flamey, lekker Flamey. Terwijl mijn Quilava. Hoppa. Leninka daar, nog een keer. Jongen, ik brand je zo weg. Sorry, dit gaan we niet kijken. Dit is gewoon te makkelijk. Het zijn geen spannende battles, maar Bugcatcher Jose. Godé. Is verslagen. €28. Of pokerdollar, omdat ik gewonnen heb. Yes, het is me gelukt. Het is me gelukt. Zie je ze om te sprinten? Gaat ze niet aankijken. Volgens mij. En nu heb je zo'n, hoe heet ik weer zo? Ja, Chimecow. Chimecow! Die Pokémon is cool, want die heb James in de serie. Op een gegeven moment James en Chimecow. Die wist niet wat hij ermee moest. Dat is super grappig, deze Pokémon. Die deelt Chimecow! Stom geluid met die bel op zijn hoofd. Dat weet ik nog. Was leuk, was leuk. Oké, okay, nou, Flamey, maak hem maar even dood. is leuk, maar maak hem maar even dood, want ik heb hem niet nodig. Sorry, Chimecow. Ik hoef hem niet te vangen. Oeh, bijna level 15, jongens. Oh nee, dit wordt een duo battle. Oké, okay, eentje, kijk maar aan. Oh, het is gewoon eentje. En dan moet hij aan die andere. Really, bros. Oké, weet je wat? Deze gaan we skippen. Hij heeft een Shroomish. Die kan niet zo goed tegen vuur. Dus die is in één keer dood. Flamey level 15. Lekker. Een Lotad. Dat is een water met gras Pokémon. Dat is een super vage Pokémon. Eigenlijk is hij water in gras. Dus het is super raar. Terwijl, hij kan heel goed. Gras kan niet goed tegen flames. Dus flames doen niet super. Dus dat zal heel veel damage doen. En water kan er wel weer goed tegen. Waardoor het zeg maar dus elkaar opheft. Dat is super grappig. Oh, dat heb ik tijd gedodged. No! Stomme kut, ik heb nog zin met jou te vechten. We'll rock you hard. We will rock you. Oké, okay, kom maar op, jongeman. Ik ben niet bang voor jou, jongeman. Volgens mij is een gast best wel oud. Een dikke friend. Hiker Divan wants to battle. Flamey, je mag hem even verbranden, ja? Brand die motherfucker gewoon. Oh, shit, not very effective. Maar wat een damage komt eruit. Voor not very effective is dat fucking sterk. Oké, okay, mutsport. Dan gooit hij wat elektriciteitspower gaat naar beneden. Nou ja. Ik bedoel, veel elektriciteit heeft mijn Quilava niet. Die is toch van de fire, dus dat boeit me echt geen fuck. Helemaal goed, die is dood. En level 16, nee, nog een Joe doet. Ja, ik ga weer even met Bruce Lee. Jongens, Bruce Lee gaat er weer in. Ik ga even karate choppen. Boom, bla, pliep, ploep, ploep. Hartstikke goed, die is dood. Deling heeft 320 voor winnen. Dankjewel, winner, winner, chicken dinner.
Okay, what's up? Nah, Roar, what's going on? Ik was dingen in tools. Okay, die goon zit binnen en die hoort gekke Pokémon geluiden. Dus hij kan niet verder met graven. En die Pokémon heeft het uproar. En jij? Oh, wat doe ik? Ik ben op Walk. Pico, zijn Pokémon. Wingle. En een oude Turk heeft een of andere Turk heeft hem gepakt. Oh, en hij mist een Pokémon. Okay, nou, hier zit dus die Team Aqua dude in. Dat is vrij duidelijk. Hallo, oh, een wilde Pokémon. Ik ben benieuwd. Ik ga even weer een coole Pokémon vangen. Een Vileplume. Vileplume is heel cool. Maar ik ga hem niet vangen, want hij is al een derde evaluatiestage. Heb ik niks aan. Ik kill hem wel, want ik krijg lekker veel XP voor een level 7 gratis kill. Ik bedoel, volgens mij ga ik nu gewoon level 16 kunnen worden. Helemaal gratis, jongens. Lekker hoor, Flamie. Nou, goed. Die goon. Wait. What? Are you coming? Come and get some then. What? Ik kom naar hem toe. Hij zegt, kom maar op dan. Gaat die sapje achteruit. Oké. Gast. Gra! Cool it all. Oké, kom maar op. The hostage Pokémon turned out to be worthless. Ja, dat is echt een waardeloos Pokémon. Ik made a getaway in the stand up to nowhere. Hey you, you wanna battle me? Ja, ik wil met je battelen. Kom maar op. Pussyboy van het team Aqua. Tap, 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 tap. Nou, spannende battle, jongens. Wat heeft hij? Weer een Pochina. Nou, gast, die bent 5 levels lager dan mijn fucking Quilava. Flamie. Brand die motherfucker. Lekker of Flamie? Oeh, nog maar een paar XP. Ja, HP's had hij over. Nou, Flamie. Nog één keer emberen. En hij is dood. Hartstikke makkelijk. Doei Poochie. En ja, sterf. 129 XP in de pocket. En team Aqua Grunt is verslagen. Easy peasy lemon squeezy. Nou, die is verslagen. This plan is not right. The boss told me it will be a slick and easy job to pull. Helaas was ik er tegengekomen. Nou, oké. Ik heb de Demon Guts teruggekregen van die dude. En die ga ik nu terugbrengen. Nou komt die oude drol. Wat moet je, meneer? Pico! Ik ben heel blij dat je veilig bent. Pico! Heeft alleen van jou te danken. Ja, dankjewel. Ik kom Mr. Briny. You are. Mijn naam is Dylan. Ah, ja. Ik ben Dylan. Ik wil je echt heel erg bedanken. Als je een probleem hebt, kan je hem vinden. Je kan hem vinden in de cottage. Oftewel, dat is een huisje. Bij de Pillowburg Woods. Wel beneden. En dan moeten we heen om naar de volgende badge te gaan. Badge nummer 2. Dus dat is wel tof. Oké, hier kunnen we niet langs. Oh, yeah. Pokémon Battle. En het is, en het is, en het is, en het is, en het is. Motherfucking Entei! Entei, ik ga je pakken, gek. Niet doodgaan, niet doodgaan, niet doodgaan. Help me, motherfucker! Een Entei! Maar dan heb ik niks met mijn Quilava, want dit is de vuur-Pokémon. Maar nog Entei, gek! Kom op, ouwe! Ga erin! Nee! Hij kan alleen leer of zo? Oh my god, ik wil je hebben. Entei, please! Please, Entei. Please, Entei. Ga erin. Ik bash hem aan, B. Kom op. Entei. En bite. Hij kan bite. Oké, top. We gaan een Great Ball gooien. Great Ball. Oh, fuck it nu. Entei, please. Ga erin. Please. Please. What the fuck? Maar zo gaat het. Kijk hoe weinig HP die heeft. You little cunt. Ik ga je leer geven dat je minder damage doet of zo. Dat je een beetje bang is. Defense naar beneden. Oh, kom op. Ga in die fucking Pokéball, man. Premier Ball, nu! Kom op! Ga erin! Hij komt er eigenlijk gewoon in één keer uit. Hij gaat niet één keer wiggelen of zo. Oh my god, deze Pokémon wil niet gevangen worden. Entei, ik ga je vangen. Ik heb nog 9 kansen. Oh! Ik heb nog 9 kansen, vriendelijke vriend. Gaan we! Pokéball, nu! Kom op! What the fuck? Hoe komt hij er steeds uit? Kom on, deze battle. Oh god, ga ik hem wel kunnen vangen? Laat ik het doen. Hop, gaan we weer. Kom op. Kom op. Hoe dan? Hoe kan dit? Zo. Gewoon niet één keer. Het gaat niet één keer wiggelen. Hij is level 5, man. Kom op, ga aan die fucking Pokéball. Please, Entei, please, please. 1. Oké, we hebben progress. Hij is één keer gaan wiggelen. Oh my god, ouwe. Gaan we weer Pokéball nu? Are you kidding me? Wat we gaan doen? We gaan hem leren. We gaan hem smokescreenen. Nog een keer leren. Nog een keer leren. Nog een keer leren. Hup. Oké, goed. Nou ga ik hem vangen. Pokéball nu! No way!
Ik ga zoveel mogelijk smokescreenen nu. Ik heb hem volgens smokescreened. Kom op nu. Nou moet ik hem echt hebben, ouwe. What the fuck, jongen. Ga in die kut Pokeball van me. Kom op. 1. Nee, kom op man. Ik heb nog maar 2 kansen. Pokeball nu, kom op man. Please, please, please. En dan ga je die fucking Pokeball. 1, 2. No. Shit. Ik dacht even dat ik het zou hebben. Laatste kans, jongens. Laatste kans. Fingers crossed. Kom op. Nee. Really, Entei? Weet je wat? Weet je wat, Entei? Weet je wat? Fuck you. Oké, niet fuck you nog. Fuck you, Entei. Gewoon fuck you, man. Gewoon 10 pokeballs. 12 pokeballs had je verspeeld. Weet je wel, er komt nu zeker een hele gaaf Pokémon tegen die ik niet kan vangen door jou. Nou, oké, Seedot is niet zo cool. Fucking hell, man. Ik was zo... Oh, Pokeball! Ik heb er eentje. Fucking Entei. Fucking Vaporeon, die wil ik hebben, gek. Die wil ik hebben. Oh ja, yeah. Heb ik een water Pokémon? Oh ja. Yeah. Ik hou van Vaporeon. Oké, ik heb 1 kans, hè. 1 kans. 1 kans. 1 kans. 1 kans. Kom op. Kom op. 1, 2, 3. No! Nee! 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 Ja, doei. Zoek het uit. Klote Pokémon. Godverdomme, man. Fuck. Nou, helaas, jongens. Geen Vaporeon. Klote Entei. Ja, ik heb ook geen zin om die trainers te vechten. Dikke, kijk aan die andere kant eens even op. Toppie. Ja, jij ook, stomme kut. Hup, andere kant op kijken. Toppie. Ja, ik zag het wel. Oh, nee. Oh, een Gorbis, ook wel een coole Pokémon van water. Fucking hell, man. 2 Pokémon wou ik vangen en ze allebei niet kunnen vangen. Goed, in ieder geval, en hoe is het gegaan? Heb je de Demon Guts? Ja, die heb ik. Oh, je hebt ze. Ja, hier. Alsjeblieft, je bent echt een geweldig trainer. Weet ik, weet ik. Alsjeblieft, hier krijg je nog een Pokéball. Dan heb ik een Great Ball weer. Nou, nog een Great Ball. Toppie. Nou, dankjewel. Please come with me. Oké, ik mag niet eens kiezen, maar ik ga mee. Dit is de Devon Corporations. Oftewel, het bedrijf. Derde editie. En de president wil met je praten. Zeg maar de baas van het bedrijf. Oké, de directeur wil me graag spreken. Oké, please go ahead. Oké, wat moet je? Ik ben Mr. Stone, de president. Oftewel, de directeur. Van Devon Corporation. Ik wil graag met je praten. Oké, je said our staff, not just once. Ik heb 2 keer gered. Geweldig gedaan. Ik wil een favor. Wat is aan me vragen? Ik wil niet iets. Ik moet iets bedingen naar Slaterport. Oké, ik wil iets op in Duford Town. Oké, ik moet naar Steven in Duford. Dat is mijn taak. En dan moet ik een brief afleveren. Oké, nou goed, dan gaan we het even doen. En ik heb de Pokémon afgekregen. Hartstikke top. Dus ik heb een navigator. Dan kan je kijken waar je bent en zo. Bladibladibladibladibla. Zakken dik. En hij gaat me helpen. Helemaal top. Dat betekent nu. Dat ik, ja. Eigenlijk mijn Poké Badge gehaald heb. Gewoon fucking struggle gehad en met fucking Entei. En ik weet waar ik heen moet. Ik moet naar Duford. Oh, wat moet jij nou weer, oude meneer? Ik ben er kijken naar de Pokémon af. Doe dat great. Ja. Oh, dan kan je bellen. Ja. Hij gaat me uitleggen hoe ik moet bellen. Ja. High back. Oké, top. Sorry, wou ik even niet aan jullie laten zien. Dat is wel irritant, dat die bellen. Oké, in ieder geval mensen. Deze episode is weer tot een einde gekomen. Dat betekent dat ik ga saven. Wil ik je bedanken voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter omhoog als je hem awesome vond. En ik zie jullie graag in Pokémon episode nummer 4. Peace!